What is up YouTube? Dit is je favoriete pompert, back met een nieuwe video. Pompert, Spike Live Vlogs. Hoe de fuck werkt dit? Pompert, hoe is het dan? Als eerste wil ik zeggen, normaal wil ik het niet vragen, want het hoort niet zo, want je hoort eerst de video te bekijken. En als je je dan vermaakt hebt, dan heet je een likey. Maar heel veel van jullie vergeten te liken, dus doe mij een plezier, jullie helpen mij daar enorm mee. Doe vast even die like aantikken, dat wordt heel erg gewaardeerd. Nu zijn we eventjes bezig met een nieuwe testrit. We hebben vorige week een testrit gereden. Oh, mijn dame. We hebben vorige week een testrit gereden met Flip, dat ging goed. Daarna heb ik zelf nog gesleuteld en zoals jullie in mijn laatste livestream hebben kunnen zien. En als jullie het niet gezien hebben, zal ik het eventjes hier in de hoek linken. Dan kunnen jullie dat eventjes checken. Ik was onderweg naar huis. Vanaf de loods. Een beetje lekker doorrijden. En het stangetje waarmee je schakelt, zeg maar. Dus je hebt je pokey en die stuurt een schakelstangetje aan. En het stangetje stuurt weer een draaiding aan wat zorgt ervoor dat je schakelt. Nou, dat stangetje was ik vergeten aan te draaien. En ik reed op de snelweg op de A10 en ik kom de A10 af, nou best wel een beetje vaart. En ik ga terugschakelen en hij wil niet meer terugschakelen en dat hele stangetje is gewoon weg. Nou zat ik in zijn zesde versnelling, dus dat geeft je wel een beetje een idee van wat voor tempo we erin hadden. En toen konden we niet meer terugschakelen. Maar goed, bike neergezet, Donnie was gekomen, fucking stom, ik kon gewoon met mijn hand de koppeling indoen en met mijn hand klik 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 terug naar C1. Maar ja, helemaal niet bij stilgestaan, gewoon Donnie gebeld van hey, kom even met die bus, want die had mijn bus geleend. Kwam je aan met de Lupo, zei hij ja, je kan gewoon met je hand schakelen, toen dacht ik oh ja, natuurlijk kan dat. Terug naar C1 gezet en toen ben ik in C1 gewoon naar huis toe gereden vanaf waar ik stil stond. En toen heb Mamman Guray, a.k.a. Hayabusa 036. Jullie kennen hem, hij zit gewoon, we hebben een vaste groepje met wie we altijd racen. En daar zit hij ook bij. Oh, Instagram, Hayabusa 036, volg hem zeker. Super dikke dragbike. Die contact om me gelijk en die zegt, hey grap, ik heb nog zo'n stangetje liggen. En dat zei ik, wat wil je ervoor hebben? En dan zei hij, nee, maar kom maar gewoon ophalen. Dus fucking baas, gisteren is het stangetje eraf gevallen. Vandaag hebben we weer een nieuwe. Ik heb hem net erop gezet, ik heb hem afgesteld. En voor nu voelt hij gewoon, ja man, voelt goed. Ik had een hele mooie zwarte en nu is hij gewoon weer zilver, maar dat maakt niet uit. Hij doet het in ieder geval weer. Ik heb ook van de week tijdens de Pompert Live podcast waren we aan het praten van wat wil je nog doen nu, bla bla bla. En toen zei ik al van ja, mijn voorband is gewoon op. Mijn voorband is gewoon klaar. Deze voorband die ik nu heb zit er volgens mij al 2 jaar op. Hij is zwaar gekupt. Voor degene die niet weet wat gekupt is, hij is zeg maar puntig geworden. Hij is niet meer rond, hij is puntig. En als je er ook overheen gaat voel je dat het echt zo'n hobbel hebt. Dus die voorband is gewoon klaar en vorige week reed ik en toen probeerde ik even rolling burn-out te doen. Ik had ook net mijn band opgepompt voor, want was ik vergeten, maar net even iets te hard. En toen deed ik rolling burn-out, iets te enthousiast met mijn voorrem en toen wop, ging mijn voorwiel even een klein stukje onder me vandaan. Dus toen dacht ik, ah nu is het wel tijd om even een nieuw voorbandje erop te knallen. Dus tijdens die livestream hadden we het erover. En toen gingen gelijk wat mensen donaties gooien, fucking baas. 2 euro hier, 5 euro daar. Dan hadden we toch een klein beetje geld binnengeharkt. Munten harken. En toen heb ik zelf de rest erbij gelegd. En nu hebben we een nieuw voorband binnen. Die ligt al in de loods. Die gaan we één deze dagen erop zetten. En ja man, kunnen we weer even lekker pompen. Dus ik heb gewoon geen vertrouwen meer in deze voorband. Het waait wel behoorlijk. Ducati, poppet. Maar Nan had in één keer vanmorgen een ingeving. Die vrouw op af en toe van die dingen, jongen. Dan wordt ze wakker, dan heb ze denk ik een peper in de reet of zo. En dan zegt ze, ja, ik ga vandaag die... We hebben in de tuin hebben we van die houten banken en een houten tafel. Ze zegt, ja, ik ga die schuren en die ga ik zwart verven. Komt ze in één keer een foto aan met een zwarte tuinstijl. Ik zeg, ja, schat, ik vind het helemaal mooi, helemaal prachtig. Ja, ik ga schuren en ik ga dit doen en ik ga dat doen. Gaat ze net schuren, jongen. Ja, die motor was al vies geworden, want ik heb van de week door de regen gereden. Maar nou zit hij helemaal onder het stof. Niet te zuinig. Dus ik dacht, weet je wat, laten we gewoon testen doen. Rijden we naar Happy Duck. Ik moet wel even voorzichtig doen, want hiervoor mis ik nog steeds 2 kapjes die ik er even op moet zetten. Dus ik spuit gewoon de buitenkant voornamelijk af en dan niet hier zo echt heel erg. En dan moet het wel goed komen. Deze man rijdt echt woeren langzaam de hele tijd. Ja, maar hij voelt nu strak, strak die pook. Die schakelsysteem is gewoon strak, strak.
Kijk, dit is hem. Deze stang. Ik heb hem nu daar vastgezet en daar was ik dus vergeten. Dus die was er tussenuit gevallen en toen hing mijn pook, die hing zo woep, helemaal naar beneden, zielig. Ja man, Flip gisteren trouwens een dikke zijstandaard op zijn bike gezet. Wee joh. We waren aan het kijken naar Brox Performance zijstandaard. Maar die hebben ze niet voor die K7, K8. Dus heb je een andere besteld? Hey, super dik hoor, hey, Flip Performance. Pompert man, stupid fast, zijstandaard, echt niet normaal. Tuurlijk. Ik vind het behoorlijk druk op straat. Ik snap dat het zaterdag is en dat jullie wel 2-3 weken binnen zitten, mensen, maar. Anderhalf meter. Anderhalf. Ik zeg anderhalf meter. Jullie zitten allemaal veel te dicht op elkaar, man. Maar ja, man. Hij voelt weer goed op Boesa. Ik moet jullie eerlijk zeggen, ik had wel dit soort dingetjes verwacht ook hoor. Want ja, ik rijd al bijna 10 jaar motor, maar sleutelen heb ik eigenlijk nooit echt gedaan. Gewoon puur omdat ik altijd alles sloopte en het gewoon niet kon. En nu heb ik me eigenlijk gewoon voorgenomen om het gewoon een beetje te gaan leren, de dingetjes. Dus ik begin daar steeds mee. Natuurlijk, ja, af en toe maak je een keer een foutje. Ja, oké, dit was geen desastreuze fout. Het was gewoon ja, vervelend. Gelukkig is er niks gebeurd. Maar ik moet je eerlijk zeggen, hoe frustrerend het af en toe ook is, dat sleutelen. Als het niet lukt of als je weer iets sloopt of noem het maar op. Is het zo bevredigend wanneer het wel lukt en wanneer het wel vers gedaan is en hup. Ik denk dat dat toch een beetje hetgeen is wat het heel leuk maakt dan. Dus ik vind het in ieder geval leuk om te doen. Oh ja, gisteren was trouwens de Freedom 500, de eerste keer. Super dik. En wat denk je, my man Kleetskeet, he just won it himself. Hij heeft gewoon gewonnen, ongelooflijk. Hell yeah, brother. Wat heb ik gelachen, jongen, die Freedom 500. Ik heb een stukje teruggekeken, video van Boosted Boys. Maar echt strek hoor, hey. Niet normaal. Van het driewieler, Nevo. Pull up in the boat. Ja man, ik vind echt heel erg druk op straat. Voor quarantaine? Je kan wel zeggen van ja Jur, maar je bent nu zelf ook gewoon buiten en op straat. En dat is ook wel zo. Maar ik zit op de motor, eenmans, met mijn helm op. Ik heb van iedereen anderhalf meter. Oh kijk hier, mensen staan gewoon in de rij, serieus. Voor de bouwmarkt om spulletjes te kopen. Omdat iedereen denkt, laat ik maar gewoon gaan klussen. Niet normaal hoor. Kijk wat een drukte. Anderhalf meter. Ja man, kijk daar. Gewoon een dikke rij. Die rij gaat van hier zo, pap, helemaal naar binnen toe bij de praxis. Lijp hoor. Of het versiertje open, even knallen voor jullie, even knallen. Ah, sociaal hoor. Ik vind het echt niet normaal. Nu is alles anders en de tijd ook. Kijk dan. Masai, hey, dikke pitbike jongen. Die heeft gewoon kenteken, brommer. Je hebt een 50cc, een Masai. Maar je hebt hem ook 125cc in België geloof ik. Super dik. Lekker hoor. Lekker hoor. Dan moet ik alleen oppassen, want ik geloof dat ze hier verderop om de hoek nog wel eens staan te flitsen. Natuurlijk, gooi hem er gewoon voor anders. Maar nu pas kijken. Je bent de hoek om en toen pas kijken. Lekker hoor, Corky. Je kan ook gewoon even wachten. Hi versus. Poppet. Moken we zaken, jongen, ben je nou, jongen, mooi, jongen, waar zit je nou, man? Hé, druk, man. Nog een Boesa niveau. Ja, maar verse Boesa. Oh, die Jixer, nieuwste Jixer, dik hoor. Zet dus zo.
Drukte, ja, ik snap het wel. Nou, we gaan even wachten. Dan gaan we wassen. Lekker, we rollen. Oké, dan boys, nou, bike is weer clean. Soort van, in ieder geval, de stof is eraf, laat ik het zo zeggen. Even gechilled met die boys hier, oh. Jixer, Boosa, Jixer en deze man met zijn R1. Nu gaan we weer lekker richting huis. Tank is ook leeg, lekker man. Even thuis nog wat dingetjes doen. Maar de testrit is geslaagd. Ik heb net even gecheckt. Hij zit nog steeds goed vast. Dus dat is mooi. Gaan we binnendoor? Laten we maar binnendoor gaan. Waarom niet eigenlijk? Kijk, die carbon weer even shinen dan. TT Carbon Parts. Link in de beschrijving. Carbon voor vele verschillende bikes. Van adventure bikes tot supersports. Tot Harleys. Tot alles gewoon. Alles. Wat wil je, homboe? Alles. Ah, lekker hoor. Het is goed weer vandaag, het is best wel warm. Ah, ze doet het wel nog in ieder geval. Ja man, even de nieuwe voorband erop monteren. We moeten nog achterremrevisie doen. Dus er komen nog een paar sleutelvideo's aan. Even de booster weer fresh man voor deze zomer. Ik wil even een wiellager set halen voor achter. Het houdt in wiellager en tandwieldragerlager. Jongens, als jullie de uitlaat konden horen, knallen lekker hoor. Die Audi wou even optrekken ook. Forget it. Dan heb je 5x quattro. ZZR niveau! Het. Is hier een bushalte waar je stil gaat staan? Wat ga je doen, pik? Ja, hier is een bushalte gewoon. Dacht ik wel dat jij hem ervoor ging gooien. Alsjeblieft. Nefau? Op die van nou met jij Rosa, anders pak ik die Lupo van Donnie en dan rij ik je even helemaal link van rode Donnie. Hey Red Dawn. Dat ding is wel echt lijp hoor. Dus ik had van de week Red Dawn, ik weet niet of ik het al verteld had eigenlijk. Red Dawn, oftewel Donnie Rosso, die zegt: ga ik je bus even lenen, ik moet even wat spulletjes vervoeren, bla bla. Ja, tuurlijk, grap, geen probleem, pak jij die bus. Hij zegt: laat ik mijn Lupo bij jou. Ik zeg: ja, is goed, pik. Dus die Lupo was zeg maar. Ik wist dat hij er iets aan had gedaan, ik wist niet wat precies. Nu weet ik het dus wel, er zit een ander motorblok in. Het komt origineel volgens mij met echt iets van een 1 liter motorblok of zoiets. En nu zit er zeg maar, is goed als het dubbele in, turbo diesel. En als die turbo inkikt, dan all hell breaks loose. Hij is 250 pk plus volgens mij. En dus ik pak dat ding, heel naïef, weet je, heel nonchalant. Van, ja, ik pak dat ding, ik rijd even naar de loods, even wat aan mijn bike doen en dan rijd ik terug. En ik rijd de wijk uit rustig, pap, niks aan de hand. En ik kom de snelweg op. En ik zie een gaatje om in te voegen. Ik denk, nou, ik geef even gas, weet je, het ding is nou een beetje warm, ik kan even invoegen. En hij komt boven de 2000 toeren en in één keer kickte me toch een partij power in. Die voorwielen beginnen te spinnen. Die voorkant glijdt alle kanten op. Ik schakel hem gelijk door naar zijn vier. Tjik, pap! Fast and Furious, pap! Die teller ging helemaal zo, helemaal link. Nou, oké, dat niet, maar echt, wat een auto, houden. Daarna een paar keer gereden. Je rijdt gewoon in z'n drie. Je rolt hem gewoon rustig op het gas, zodra die turbo begint te spoelen. Gelijk wielspin. Niet normaal, wat een apparaat zeg. En volgens mij is hij nog verlaagd ook of zo met strakkere vering. Dit ding voelt echt als een rijdende doodskist gewoon. Niet normaal. Wat een apparaat. Maar het is wel lachen.
een lupootje met 250 pk plus op de voorwielen. Ik ga vragen of ik binnenkort even een review kan doen van het ding. Gaan we even een rondje rijden. Zal ik jullie even laten zien hoe belachelijk apparaat het is. Oh, die was ik even vergeten. Gekke drempel, neef. Daarom moet je nooit te dicht op je voorganger rijden. Zoals ik net voordeed, hoe het niet moet. Ik hoop wel dat jullie dat sowieso begrijpen, vooral door de jongere kijkers. Wat jullie allemaal zien hier op dit kanaal, is dikke Jeep, is meer een voorbeeld van hoe het niet moet dan hoe het wel moet. Denk ik, het merendeel van de tijd. Dus besef dat wel goed gewoon. Verslavend hoor! Oude ambulance, fucking dik. 112, kijk dan. Gruwelijk hoor. Oh jongens, wat verslavend. Klinkt echt zo lekker man, die Yoshi. En op zo'n weg als dit echt waar. Je kan zeggen wat je wil over een Busa. Maar waar die voor gemaakt is, op de snelweg, recht toe, recht aan. Keihard rijden, dat doet hij zo goed, dat is niet normaal. Daar is hij echt helemaal in zijn element. Net als, ik heb wel eens Harley gereden en Harley is gewoon echt in zijn element als je gewoon lekker aan het cruisen bent, relaxed, toeren, hele slappe bochtjes zo dat je niet hoeft te remmen en gewoon eigenlijk gewoon in zijn vier gewoon alles door kan rijden. Daar is een Harley zo goed in en deze is gewoon zo goed in waar hij voor gemaakt is. Het is wel heel gevaarlijk waar die voor gemaakt is, want zodra je dus doet waar die motor voor gemaakt is en waar die helemaal in zijn element is en lekker rijdt, zodra je dat doet, dan ben je dus loop je het risico om je rijbewijs kwijt te raken. Dat is wel echt een dingetje, zeg maar. As you know, from kijken naar de kanaal, you know, shit happens. Alright guys, ik was eigenlijk een beetje vergeten om te vloggen verder, maar we zijn weer thuis. Ik was gewoon echt lekker aan het genieten en aan het rijden. Ik laat hem nog even hier in de zon staan, maar zoals jullie kunnen zien, alles shined weer fresh, al die stof is eraf. Ja man, vergeet jullie niet even te liken, te reageren en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Check ook even de website www.pompertlife.nl voor je merchandise. En dan zien we jullie next time. Later!